In de combinatie is Arno Doblomme. Hashic Dalbin van Cannabis Dalbin uit Canaan. Voor mij wat minder gekend bloed, Bert. Ik ken het persoonlijk ook niet. Maar ik merk wel dat het paard een hele sterke, goede indruk laat. Het begint heel spectaculair aan de proef. Ja, onbekend maakt wellicht onbemind. De vader Cannabis Dalbin is een Baloubet. De moeder is een dochter van Quartz du Chanou, een Lark de Triomphe. En de moeder zelf sprong op 1,60 niveau. Ja, deze hengst geeft een hele goede indruk. Qua hoogte lijkt deze proef voor de zesjarige paarden wel te overzien. Ja, is AIS gekeurd, deze hengst. Maar precies wat jij al eerder aangaf, hè? Deze hengsten doen met name in het indoorseizoen hun ritme op. Want in de zomer is sport en fokkerij lastig te combineren. Hoe zijn jouw ervaringen daarmee? Ik denk de meeste hengsten die vandaag de dag in de sport staan, die doen het toch een beetje rustiger aan in het seizoen. En van het ogenblik dat ze naar het allerhoogste niveau doorgaan, wordt er vaak toch voor diepvriesperma gekocht, ook omwille van dat de hengsten vaak afwezig zijn. Dus ja, dat is ook een keuze van ieder hengstenstation op zich. Ondertussen zagen we Arnoud Goblomme, die toch wel een hele sterke indruk liet met dit paard. Ja, Hashic Dalbin. Inderdaad een zeer overtuigende omloop. Hier neergezet onder het zadel van Arno Goblomme.